darkness. Een val van de trap, een auto-ongeluk, een buikoperatie. Soms begint Agnes met een lelijke opdater in de buikstreek. Maar meestal ontstaat deze intense buikpijn opeens. Nou, dat ik dit even opneem, is het vandaag 10 januari. Dit is even voor mijn dagboek. Ik heb even een paar dagen niet gefilmd. Nee, dat klopt. De pijn is aardig terug. Alleen, ik heb de afgelopen 2 nachten gewoon op de bank gelegen, tv kijken, op de bank. Heel veel pijnscheuten gehad, maar ik wou niet storen met zijn werk. Morgen 11 januari, 2:50 of 2:45, ergens rond die tijd moeten we bij het ziekenhuis wezen, gelukkig in de middag. Maar ja, het is niet anders, dus het is gewoon even afwachten. En ja, het is niet helemaal wat ik ervan had verwacht, zeg maar, dat gewoon weer zo terug zou komen. Dus op dit moment dat je dit ook ziet, ik heb pijn, maar ik hou me goed, zeg maar. Ik voel hem heel erg, maar ik weet hoe ik ermee om moet gaan, zeg maar. Maar soms is het gewoon onhoudbaar, het is gewoon dan niet meer leuk. En dat zei ik ook al tegen Ro, van ik voel me gewoon eigenlijk dit dubbel, 10 keer dubbel dit, zeg maar. Dus, en ik zal ook morgen tegen mijn arts zeggen dat als ik een pijnscore 10 geef, dat ik gewoon het ook een 10 heb en niet een 7. Dus hoe ga je inderdaad met medische en gegevens om? Dus ja. Zo, net en bij de ziekenhuis geweest. Hier naast mij, achter, naast, half weet ik veel. Oh, die loopt ook lekker achter me. Maar, vorig jaar, 29 september, heb ik mijn operatie gehad voor mijn zenuwen. Maar er komt nu een tweede aan. Jee. Ja. Ook top. Helemaal goud. Ik heb weer een injectie gehad. En nou word ik weer op de wachtlijst gezet voor een operatie. Hey. Mag er ook wel weer bij. Kan erbij. Helemaal goud. Weer op mijn streepje, zeg maar. Toch, schat? Mm-hmm. Zegt Ro. Agnes is dus namelijk een zenuwbeknelling, waar dan ook in je lichaam, vlakbij je buik, zeg maar. Nou, ik heb hem dus onder in mijn buik, bij mijn, bij mijn bikinilijn. Zo, kwam er even nu op. Ik ben vandaag bij het ziekenhuis geweest. Ik heb weer een injectie mogen ontvangen. Jee. En ik ben dus nou bezig met een formulier in te vullen voor mijn tweede, ja, je hoort het goed, voor mijn tweede operatie. Dus nu krijg ik dus de vraag, geef aan hoe uw conditie is, streepje, was voordat de aandoening optrad waar u nu, waarvoor u nu geopereerd wordt. Nou, oh kak. Ik ken tegenwoordig niet zo'n type hoor. Mijn conditie is en was voor 7 augustus 2021. Zeer goed, moet ik zeggen. Zeer goed. Augustus, hoe schrijf je dat? Augustus, A-G-U-S-T-U-S. Nee, augustus, A-U, hè. Ja, zullen we hem maar een U erbij knallen? Bij de tweede. Ja, kijk. Zeer goed. Al zeg ik het zelf. Puntjes, ja. En na 8 en 9 augustus is het berg afwaarts gegaan. Ja joh, ik kan niet typen. Augustus en weer de U vergeten. Ja hoor, berg afwaarts. Afwaarts gegaan. Ja, en ik ga even, nog even een klein stukje verder samen met jullie om mijn lijst even in te vullen. Zodat jullie ook een beetje weten van wat je kan verwachten als je dus zo'n lijst hebt. Zoals nu heb ik een vraag. Heeft u 's nachts last van dikke enkels? Nou, voor in mijn geval is het nee, maar vul alles altijd eerlijk in. Moet u 's nachts vaker dan eenmaal uit bed om te plassen? Volgens mij is het 1 keer, dus niet zo heel vaak. Dus nee.
Heeft een aandoening aan bloedvaten? Ja, want ik heb een reuma. Dat is het syndroom van Renaud. Dat is aan mijn bloedvaten, hè? Ja. Maar hun hebben zoiets van, dan heb je suikerziekte of wat dan ook. Dus ik doe gewoon eerst ja en anders kan ik nog altijd ervan afhalen. Heeft u een hartgeruis, aandoening, afwijking of klacht aan uw hart gehad? Nee. Volgende. Heeft u ooit een hartaanval / infarct gehad? Nou, niet dat ik weet. Bent u gedotterd in uw lies, been of hart? Nee, niet dat ik weet. Heeft u stents? Nee, volgens mij niet. Nog steeds niet. Gelukkig. Maar mocht je dat wel hebben, sterkte. Heeft u een afwijking aan uw hartkleppen? Ik niet in mijn geval. Heeft u last van hartkloppingen? Alleen als ik dus een... als je dus een dumping hebt. Ja, in mijn geval. Maar niet in mijn dagelijks leven. Nope, dus volgende. Heeft u een pacemaker? Nee. Bent u in het ziekenhuis onder behandeling voor controle van een pacemaker? Nee. Heeft u een ICD? Nee. Bent u in het ziekenhuis onder behandeling voor een controle van de ICD? Ook niet. Scheelt weer allemaal nee vandaag. Heeft u de laatste 6 weken longontsteking gehad of heeft u last van hoesten of slijm opgegeven? Nee, op dit moment niet. Heeft u astma? Ja. Zo, ik heb dus alle vragen nu beantwoord vandaag voor mijn screening, zeg maar, hè, voor de vragenlijst. En dat was dus vandaag gezellig op dinsdag 11 januari 2022. Ja, dus nu is het afwachten wanneer ik dus onder het mes kan. Jee, joepie. En waar ik dan eigenlijk weer toch een beetje zorg om maak. Misschien zeggen jullie weer, dat moet je niet doen. Dat zal mijn man ook wel weer zeggen. Maar de vorige keer, en dat was de 29 september 2021... Toen heb ik dus ook zo'nzelfde operatie gehad dan wat ik nu ga krijgen. Toen werd ik dus niet helemaal lekker wakker vanuit de narcose. Te veel pijn, misselijk, duizelig. Echt het gewoon eigenlijk het overgeven, zeg maar. Maar hè, iemand met een maagverkleining, sommigen kunnen het wel, maar ik dus niet. Ik kan het dus niet overgeven. Dus ja, dan weet je dus wel hoeveel pijn je dan kan hebben. Nou, ik dus in dit geval. Maar ik werd dus gewoon niet lekker wakker en daar ben ik dan weer een beetje bang voor. Maar dan moet ik dus gewoon weer even naast me neerleggen. Kijken hoe het gaat. Dus dat ga ik lekker proberen. Ik ga gewoon lekkere leuke dingen ervan te maken. Samen ook met Ro. Dus komt helemaal goed, hoop ik dan toch. Yo, een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag 12 januari 2022. Het is nu 10:05 en ik heb weer zo'n lekkere pijnaanval. Een pijnscheut, dus ik wil er ook zo uit voor de hondjes. Dus ja, dat wou ik even aan jullie kwijt. Het gaat niet echt helemaal lekker. Het is net of alles zo lekker samen knijpt zo. Dat doet zeer, jongens, echt. En door dit alles, ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Ik ben gewoon moe. Het liefst wil ik gewoon de hele dag in mijn nest blijven liggen. Maar dat gaat niet, want Ro is aan het werk en... Er moet toch hondjes uit worden gelaten. Huh. Sorry, ik moest even grappen. Zo. Terecht uit. Maar ja. Soms dan heb ik wel die pijn aanvallen, maar dan ga ik er gewoon uit. Dan moet er gewoon wat en gedaan worden. Zo, maar weer eventjes een update vanaf mijn kant. Het is vandaag dat ik dit dus opneem, is het vandaag dus 12 januari 2022... En de tijd is 23:23, dus 23:50 bijna. En ik heb gewoon vandaag zoveel pijn. Zoveel pijn. Het is gewoon niet te beschrijven, echt. En ik ga morgen bellen voor een afspraak voor vrijdag voor eventueel weer een prik. En even kijken of ik ook wat mee kan krijgen naar huis, want ik ga niet iedere keer... naar het ziekenhuis. Even kijken of Bronkhorst dat ook zo denkt. En hoop ik dat ik vannacht een beetje kan slapen. Ik probeer nog even een vlog te editen. Dat ik morgen niet zoveel hoef te doen. En ja. Wat heb ik dan nog mee te zeggen? Eigenlijk weinig op dit moment. Ja, dat ik gewoon vergaaf van de pijn. Ik heb wel een hoop gedaan. Net zoals vanochtend ging ik dus de honden uitlaten. Toen viel op een of andere manier mijn...
rechtervoet weer uit. Dat heb ik al vaker gehad. Nou, toen zat ik gewoon eigenlijk op de grond. De hondjes bleven netjes bij me. Dus ja, weer een shout-out naar alle drie de honden van mij. Dus, maar daarna stond ik eigenlijk ook weer vrij snel op. Maar ik ben gewoon moe, ik heb pijn. En ik hoop dat het weer morgen een stukje beter gaat. Ik hoop het. En we gaan duimen ook voor mezelf, maar ik duim ook voor jullie. Nou, wat ik dit opneem, is het vandaag donderdag 13 januari 2020. Het is nu 14:15. Ik lig nu lekker op bed. Ik heb onwijs veel pijn. Ik heb vanmorgen weer een afspraak voor 9:45. En bij dokter Major om weer voor een prik. Dus als ik lig, dan gaat het wel. Maar de pijn, die voel ik behoorlijk. En ja, ik moet er maar nog even mee dealen. Dus ik probeer om iets te kunnen slapen. Maar ik heb het ook nog een keertje koud. En dat komt door mijn andere syndroom. Dat is mijn reuma. De syndroom van Renaud. Een hele goede morgen. Als ik dit opneem, is het namelijk vandaag vrijdag 14 januari 2022. En het is nu, mag ik niet liegen, bijna 9 uur in de ochtend. Kijk, daar staat mijn wekkertje. En wij gaan zo meteen naar het ziekenhuis. Ik ga van de pijn. En nee, dat is nu weer niet fijn. Maar oké, zo blijf je bezig. Dus ja, we gaan het zien vandaag. En hoe lang dit gaat duren en werken. Dus ik hou jullie op de hoogte. Zo, het is weer eventjes een tijd voor een update. Het is vandaag zondag 16 januari 2022. Het is nu 6:20 in de avond. Ik heb hier dus post voor me liggen. En ik heb twee afspraken staan op één dag. En dat is dus namelijk maandag 24 januari 2022. De eerste tijd is namelijk om 8:20 en de tweede tijd is namelijk om 9:40. De eerste moet ik deze bij de polyanesthesie, bij de pre-operatieve polykliniek. En de tweede, dat is dus 9:40, moet ik bij de polyanesthesie wezen, bij de verpleegkundige van de pre-operatieve polykliniek. Ja, helemaal mondvol. En heb ik hier een hele lijst vol wat ze allemaal gaan doen. Nou, die ga ik even voorlezen. Mocht je nieuw zijn met Agnes, dan weet je wat je te wachten kan gaan staan. Ik heb dus twee afspraken. Op uw afsprakenoverzicht brief ziet u twee afspraken staan met een tussentijd van 80 minuten. In die 80 minuten vinden onderstaande gesprekken plaats. Nou, elke ziekenhuis kan anders wezen. Maar deze ziekenhuis werkt dus op deze manier. 1. Apothekersassistent bespreekt met uw actuele medicatiegebruik en allergieën. Neem een actueel medicatieoverzicht AMO mee. Ja, dat is 1. Dus dat is altijd handig, ook als je dus naar een ziekenhuis toe gaat of naar het buitenland. Want sommige landen moet je dat gewoon bij je hebben. 2. De postmedewerker, dus dat is van de pre-operatieve screening, zo noem ik het altijd, in plaats van de polykliniek. Pre-operatieve, ik vind het prima. Best. De door u ingevulde vragenlijst wordt u met u doorgenomen en lichamelijk onderzoeken wordt verricht. Bloeddrukmeting, onderzoek naar het hart en longen. De anesthesietechniek wordt met u besproken. Nou, hoe het allemaal gaat, nou, dat weet ik allemaal, bla 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 bla. Dus, maar ik probeer dan wel als ik daar ben te filmen. Gewoon naar mezelf. 3. Anesthesioloog geeft goedkeuring voor de ingreep en de daarbij behorende anesthesie. De anesthesioloog die bij uw ingreep aanwezig zal zijn, kan een andere anesthesioloog zijn die u ontmoet heeft op de polykliniek pre-operatieve screening. Ik ben niet zo heel goed met Engels. Hou me dat eventjes ten goede. 4. Verpleegkundige zorgt voor de juiste informatie die nodig is voor uw verblijf op de verpleegafdeling. Denk hierbij aan contactpersoon, dieetwensen en bezoektijden. Nou, hè, het is nou de pandemietijd, dus alles is maar één persoon waarschijnlijk.
Op indicatie wordt bloedonderzoek, niet nuchter, verricht en een ECG-hartfilmpje gemaakt op verzoek. Het is tevens mogelijk dat u wordt doorverwezen naar een internist, cardioloog, / tussen aanhalingstekens, hartspecialist of longarts voor verder onderzoek. Een afspraak met deze specialist vindt veelal niet op dezelfde dag plaats. Dat is ook handig om dat te weten. Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en toegevoegd aan uw medisch dossier. Nou, en mocht jij niet goed Nederlands of Engels kunnen, spreekt u geen Nederlands / Engels, neemt u dan een tolk mee, 16 jaar of ouder, die voor u kan vertalen. Lukt dit niet, laat het ons dan van tevoren weten. Dus, dit ter info met vriendelijke groet, het ziekenhuis vanzelf. Ik raak er even steek, die is fijn, nat. Dat hoort er ook bij. Maar, ik heb dus ook gelijk een vraag voor de meeste mensen die dit ook ervaren met misschien hun partner en je hebt dus ook Agnes. Hoe gaat jouw partner ermee om of met je kinderen? Want ik denk dat mijn man zich ook heel goed houdt, maar soms ook niet weet waar hij het zoeken moet. Dus mocht je een tip hebben, dan graag. Dus. Ja, dat is het eigenlijk nu wel een beetje. Ik probeer sowieso de 24e even mijn statiefje mee te nemen of zo. En dan ga ik even filmen. Ja, hoop ik dat het kan. Dus, en anders neem ik het even op. Mag eigenlijk ook niet, maar dat doe ik toch eigenlijk wel bijna. Maar als ik het niet mag filmen, dan neem ik het op. Dus ja, wel even handig. En dan kan ik het weer met jullie bespreken. Ja. Nou, dus dat. Ja. En dan ga ik jullie gelijk even weer bedanken voor het kijken naar deze derde deel van deze dagboek over Agnes. Ik zou zeggen, laat eventjes een berichtje achter, mocht je het ook hebben ervaren of iets anders. Ik zou zeggen, laat even een berichtje achter. Ga even gelijk naar mijn YouTube kanaal. Vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje aan. En ja. En dan blijf je zeker op de hoogte. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en tot de volgende.